Hi. We zijn uit Durbuy en nu zijn we in Steptol. Ja, maar niet een deel in andere deelgemeente van Durbuy. Ja, en we zijn in Petisson. Petisson. En hoe heet het kasteel? Ik weet het niet, een Indische naam. Radadest of zoiets. Ja, zoiets was het. Daar gaan we nu kijken. We zijn erachter gekomen dat hier ook kasteel zit. Dit is kasteel nummer 2. Château de. Hier zijn drie gedaantes afgebeeld van Vishnu. Dus deze is de eerste. En hier is de château. Jammer genoeg is deze mooie château fermé gesloten. Dat is een museum binnen. Het is ook een boswandeling, maar ik weet niet dat we dat gaan doen. Het is wel mooi hier. En die beelden. Zo, we gaan de promenade doen. En elke keer staat er iets bij. En nu staat er Sri Srimad AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada, de grootste vertegenwoordiger van de Bhagavad Gita en de Bhagavad Gita leer in de wereld. Ah ja. Nou, ben benieuwd. We gaan het bos in. Ja, ik ben dus al de hele tijd aan het zeggen dat het op Avatar lijkt. Alle mensen die Avatar hebben gezien, zijn ook zo blauw.
ik zie dus nu Esmeralda, maar iemand uit Avatar en het geitje. Dat kan. Terug in de auto naar onze wandeling van ja, een uur en 10 minuten. Niks, 3 kwartier jongens. Niks. Ah, 25 minuten langer. Dat hebben wij niet goed gedaan. Maakt niet uit. We hebben er heerlijk van genoten, even wandelen, want we zitten vandaag toch best veel in de auto. Dus. Ja. En ons lichaam is nu gewend aan veel kilometers. Dus ja, en waar ligt het kasteel, schat? Dit kasteel? Mm-hmm. In een deelgemeente van Derby, de Petit Somme. Ja, hoe dat de deelgemeente precies noemt. Ja, niet. Ja, ik weet het niet. Enfin, maakt niet uit. Nee, maar het is niet zo ver rij van Derby eigenlijk. Dus je zegt van nou, ik hou van chateaus en ik vind het interessant. Dan is het zeker de moeite om hier even naartoe te absoluut. Rijden en dus een lekkere wandeling te doen. En, het zit goed verborgen, maar het is absoluut de moeite. Ja, wij vinden het echt een aanrader. En dan zijn we nog niet binnen geweest in het kasteel. Nee, want het is niet toegankelijk momenteel. Nee. Maar ooit komen we een keer terug dan. Ah, Septon is het. Ah ja, Septon. Dat klopt. We hebben het straks op bord gezien. Dat klopt. Dus... dat was een last minute tussenstop. Dan hadden we het foldertje van, hoe heette de tuinen er straks? Topière. Ja, daar stond dat in. En toen hadden we zoiets, oh, dat is niet zo ver. Want er stond bij dat het zo'n 5 kilometer rijden was. En toen dachten we, oh, dan kunnen we wel mee pikken. En zo zijn we erop gekomen. Dus bij deze delen we de tip met Jilly. En nu gaan we naar volgend chateau. Het is chateaudag. In Moldave. Dus gaan we daar naartoe rijden nu? Rue du Parc in Moldave. Dat is ongeveer een half uurtje, hè? Dus eens kijken wat het zegt. Ah ja, nu zitten we in een ander stuk. Normaal van de Derby was dat ongeveer een half uurtje. En nu... 20 minuutjes. 20 minuutjes vanaf hier. Dus daar kun je ook nog mee pikken. Je kunt een hele chateauroute doen hier. Ja. Je moet iets als je het chateau van Disney mist. Goed. Nu gaan we vertrekken. Gaan we vertrekken. Dat zegt ze.